Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bergman Beauty Clinics en Bergman Beauty Care. Vandaag in Gewoon Mooier, het verhaal van Dorien. Zij overweegt al een tijd een buikwandcorrectie. Soms dan is het zo, dan als hij opzwelt, dan heb ik 4 borsten. Zo'n gevoel krijg ik dan. Krijg je een onderkin weg met een lepel? Nou, dan moest je op de bank gaan zitten met 2 van die gewoon eetlepels. En dan moest je hem naar achteren wrijven. Wat doet top beachvolleyballer Gijs Rommers in de kliniek? En presentatrice Irene van der Laar over plastische chirurgie. Ouder worden met een paar rimpels, het is toch heel mooi. Een stukje karakter in je gezicht, daar is niks mis mee. Maar ja, als je eruit ziet als een leren tas, dat hoeft nou ook weer niet. Vandaag in Gewoon Mooier, de 46-jarige Dorien van Zochel. Zij houdt altijd haar buik in. Het zit haar letterlijk en figuurlijk allemaal in de weg. 3 zwangerschappen hebben ook nog hun sporen achtergelaten. En hoe fanatiek ze ook traint, het helpt bijna niks. Maar ze blijft haar best doen. Dorien droomt al haar hele leven van een slanke taille. En ondanks dat ze gezond eet, alles op de fiets doet en een paar keer per week in de sportschool traint, het blijft bij dromen. Ja, ja. En 7, ademen, 8. Ja, gaat ja. Goed. Ja, ik ben er wel een beetje moe van, maar dat is ook de bedoeling. Hè? Wel, hè? Hoe vaak sport je per week? 2 keer probeer ik, ja. En als altijd ik... de kracht? Of, nee, vooral conditie. Crosstrainer, roeien voor mijn armen. Omdat ik dat ook voor mijn werk toch wel last van heb. 20 jaar PC-werk krijg je last van je armen, dus daar roei ik voor. En wat zijn dan de probleemzones voor jou? Nou ja, mijn buik is mijn probleem. Tenminste, ja, dat zou ik gewoon heel graag strakker willen hebben. Wat ik hier niet voor elkaar krijg. Kijk, ik zie mezelf nu in de spiegel. Ik zal het je laten zien. Dit is wat ik noem mijn zwemband. En nu hou je hem in ook? En ik hou hem in. En nu hou ik hem uit. Kijk, dat is... Ja, het is slap. Dit zou ik mooi strak willen krijgen, maar dat lukt niet. Kijk, buik maak. Je houdt je buik in ook, ik hou mijn buik in, maar dat heeft niet zoveel effect meer, hoor. Soms dan is het zo, dan als hij opzwelt, dan heb ik 4 borsten. Zo'n gevoel krijg ik dan. Ja, ja. De vrouw met de 4 borsten. Ja, dat is niet leuk als je in de sportschool toch best wel goed je best doet. En is er nou iets waarvan je zegt, nou, als ik strakke buik en taille heb, dan ga ik meteen... Tadaa, wat ga je dan doen? Nou, ik ga het eerst iets aantrekken. Wat ik voorheen niet aankon of niet paste. Hè. Misschien heb ik een andere kledingmaat. Ik heb voor het eerst in 30 jaar, hoop ik, een taille. Dus als dat straks glad is, ja, dan wellicht kan ik een strak truitje aan of een strak jurkje aan. En oogt dat anders. Leuk. Ja. En voel ik me ook anders. Ik voel me nou toch vaak ook een beetje opgeblazen. Edwin Steen wil van de frons in zijn voorhoofd af en, u raadt het al, van zijn onderkin. Dr. Floor Klaus is cosmetisch arts en doet de inspuiting in de kliniek. De probleemzones van Edwin zijn uitgebreid besproken tijdens het intakegesprek. Nou ja, wat ik al aangegeven heb, is dat ik nogal last heb tussen aanhalingstekens van mijn onderkin. En ik heb een frons hier tussen mijn ogen. Ja. Dat maakt dat ik nogal chagrijnig kan kijken. En die wil ik graag weg hebben. Oké. Okay. Je krijgt van een hoop mensen te horen van, Niel, dan moet je er dit tegen doen, dan moet je er dat tegen doen. Met lepels je onderkin wegwrijven, kloppen tegen je kin aan. Nou, ik heb zoiets, dat helpt allemaal niet. Dit lijkt me de enige echte methode. Ja. Vandaar. Oké. Okay. Presentatrice Irene van der Laar komt regelmatig in de kliniek. Tot nu toe maakt ze alleen gebruik van huidverbeterende behandelingen. Vandaag is dat de megapeel. Als het echt het verval serieus gaat intreden, dan zou ik zeker wel het een en ander gaan overwegen. Zonder dat het ten koste zou gaan van mijn gezondheid of van de natuurlijke looks. Maar ik ben nog niet echt toe aan snijden en dergelijke. En het vel over de oren laten trekken, nee. Dus vandaar dat dit soort behandelingen als de megapeel natuurlijk een uitkomst zijn. Nou, ga ik ondertussen heel even naar de huid kijken. Ga ik even voelen aan de huid en kijken hoe dat de huid er op dit moment uitziet. Begin ik met het reinigen van het hele gelaat. Ik neem ook altijd hals en décolleté even mee. Edwin krijgt straks een aantal injecties in zijn onderkin. Door deze lipolysebehandeling verdwijnt het vetweefsel. En in het raster dat Floor tekent, wordt zo direct de vloeistof geïnjecteerd. Wat je voelt, zijn 8 kleine prikjes.
Ja. Dat doet geen pijn. Oké. Daarna, als het geïnjecteerd is, kun je het iets voelen branden. Oké, mag je wel krabben of eraan zitten? Je mag zitten, krabben. En je mag het koelen met ijs, je mag eraan zitten. Dat maakt allemaal niks uit. Nee, oké. Goed? Nee. Oké. Doe zachtjes. Ik doe zachtjes. Daar komt de eerste. Om de vloeistof zo goed mogelijk te verdelen over het vetweefsel, spuit Floor ieder vakje in. De vloeistof deelt het opgeslagen vet in kleine deeltjes en voert het via de bloedbaan af. Gaat dit zo? De behandeling die Irene ondergaat is een intensieve peeling. Nou, met deze behandeling is het mogelijk om fijne lijntjes aan te pakken. Je hebt altijd wel meerdere behandelingen nodig om een mooi resultaat te krijgen. Want voor echte huidverbetering hebben we minimaal 5 behandelingen nodig. En met eentje dan krijg je een lekker frisse tint van de huid. Maar echte huidverbetering zal dan nog niet voorkomen. Gaat het goed? Ja, prima. Het staat ook niet te hard. Als ik straks nog ouder ben en ik kan niet meer leven met een paar rimpels meer, dan zou ik een facelift als laatste optie beschouwen. Want dat vind ik toch wel heel eng. Maar wie weet, tegen die tijd. Doreen en ik zijn voor een intakegesprek in de Bergman Kliniek, waar plastisch chirurg Adriaan de Blecour gaat bekijken of ze wel in aanmerking komt voor een buikwandcorrectie. Ik kom van mijn buik. Heeft u daar last van? Daar heb ik last van. Een zwemband, zoals ik dat noem. Dan wil ik graag even kijken. Ik wil eerst staand kijken, dat u aangeeft wat u storend vindt, en vervolgens wil ik dat liggend. Oké. Okay. Ik hoef niet alles uit te doen, als ik maar wel kan zien wat u storend vindt. En u dat ook kunt aangeven. Ik hou altijd mijn buik in, zal ik nu even niet doen? Nee, moet u nu ontspannen. Probeer het ontspannen. Ja. En dan mag u zelf aangeven wat u het storendste vindt. Dit vind ik het ergst. Ja. En dit uiteraard. Maar dit is vaak nog dikker als mijn buik. Okay. Heb ik zelf het idee. Dit vindt u storend, gaf u aan, en ja, de losse huid hierboven zit. Ja. Vindt u dit ook storend? Ja. Dat aan de zijkanten? Mag u even gaan liggen? Mag u de benen even buigen in de knieholte? Nou, u ziet eigenlijk al, als ik zonder dat ik geopereerd heb of iets los heb gemaakt, dat ik, als ik mijn hand hier in de plooister en deze eronder steek, dat ik dit hele stuk eigenlijk onder uw navel kunt u al eigenlijk missen. Mm-hmm. Niet alleen een onderkin leent zich uitstekend voor lipolyse. Ook de contouren van andere lichaamsdelen kunnen ermee behandeld worden, zoals armen, buik of benen. Bij Edwin zal het eerste resultaat over 1 week of 8 zichtbaar zijn. Floor beslist daarna of de behandeling herhaald moet worden. Zo. Ja, valt 100% mee. Valt mee, hè? Ja. Dan zal ik even die pen wegpoetsen. Hoe zat dat nou met die lepels? Welke lepels voor die onderkin? Ja? Nou, dan moest je op de bank gaan zitten met 2 van die gewoon eetlepels. Ja. En dan moest je hem naar achteren wrijven. Oh, ja, ja. Moest je een half uur, iedere avond een half uur gaan lopen wrijven. En dat heb je ook gedaan? Nou, het verhaal klonk iets ongeloofwaardig. Dus ik had zoiets, ik heb een benedenwoning. Als ik op de bank zit, dan zien ze mij met die lepels te wrijven. Ik denk, okay, Nee, dat gaat niet gebeuren. De peeling is klaar. Tijd voor Irene van der Laar om te ontspannen met een zogenaamd relaxation masker. Dan ga ik nu het crème masker aanbrengen. Het is heel even een beetje fris. Het gezichtsmasker is speciaal ontwikkeld in de kliniek en het brengt, de naam zegt het al, de huid tot rust. Er zit onder andere beta-glucan in, een natuurlijke stof die goed werkt tegen rimpels. Zo, het masker mag nu lekker inwerken en ondertussen ga ik masseren. Heeft de voorkeur voor een lichte, een gemiddelde of een stevige massage? Een gemiddelde die neigt naar stevig. Oké. Okay. Weet ik voldoende. Ouder worden met een paar rimpels, het is toch heel mooi, een stukje karakter in je gezicht, daar is niks mis mee. Maar ja, als je eruit ziet als een leren tas, dat hoeft nou ook weer niet. Kijk eens heel boos. Heel goed. Nou maar ontspannen. Om de frons waar Edwin zich aan stoort te verminderen, spuit Floor botox in. Botox vermindert de spieractiviteit en schakelt de spier die de frons van Edwin veroorzaakt gedurende 3 tot 6 maanden uit.
Ze gaat goed, hè? Is te doen. Ja, is te doen. Mooi. Om te zorgen dat de vloeistof goed wordt opgenomen in de spier, moet Edwin de komende uren veel fronsen. En klaar. Perfect. Ja, hè? Wat je nu moet doen, is veel bewegen hiermee. Dus wat je gaat doen, is de komende 2 uur veel boos kijken. Oké. Okay. Ja? Ja, nee, zoek maar iemand om ruzie mee te maken. Ja, dat gaat wel lukken. Ja, hè? Oké, okay, je bent klaar. Hey, super. Over 8 weken moet Edwin terugkomen voor de volgende lipolysebehandeling. Van de frons in zijn voorhoofd is hij het komende half jaar in ieder geval verlost. Wil je meer weten over lipolysebehandelingen of botox? Kijk dan even op onze website, gewoonmooier.nl. Ja, oké, gewoon masseren, wat je net zei. Ja. Nee, gaat wel lukken. Pak die lepels maar weer erbij. Ja. Ja? Gaan weer zitten. Hey, super, okay, dankjewel. Tot ziens, tot over 8 weken. Ja. Oké, okay, dag. Heeft u nog vragen? Ik heb geen vragen meer. Die zijn beantwoord nu, denk ik. Oké. Okay, nou, ik heb nog een vraag. Ja. Van de bovenbuik wordt omlaag gehaald, maar daar zit ook vet. Wat gebeurt daar dan mee? Niets. Daar kan je tijdens die operatie niks aan doen. Dat is te gevaarlijk. We kunnen dus wel het vet aan de zijkant kunnen middels liposuctie verminderen. En dan wordt hier op de zijkanten, aan de zijkanten, in de flanken, wordt liposuctie gedaan. Dat gaat via dezelfde snee als van de buikwandcorrectie. Daar wordt dus geen extra incisie voor gemaakt. De huid die daar zit, die wordt dus niet gecorrigeerd. Die past zich wel aan de nieuwe vormen. Dus dan heb ik wel meer taille. Dan krijgt u meer taille. Mede ook omdat we de spieren die natuurlijk uitgerekt zijn door de doorgemaakte zwangerschappen, die worden naar elkaar toe gehecht, krijgt u meer taille. Ja. Maar dan wordt het toch de helft minder, Corinne. Kijk, hè? Ja, maar en die buikspieren komen naar elkaar toe, dus dat scheelt ook. Ja, dat is mooi. En taille krijg ik eindelijk. Ja. Ja. Straks in Gewoon Mooier, de manier om je lijf gestroomlijnd te krijgen. Hoeveel buik raakt Dorien kwijt? En hoe snel daarna kan ze weer gaan salsa dansen? Zo, pauze jongens! Ook in Gewoon Mooier maak je iedere week kans op een fantastische prijs. Ben jij geïnteresseerd in plastische chirurgie of wil je gewoon mooier worden? SMS dan mooier naar 3040 of bel 0909-1319. En wie weet wint jij een cheque ter waarde van 1000 euro te besteden bij de Bergman Kliniek. I just wanna be beautiful. Wanna be beautiful. In Gewoon Mooier volgen we vandaag het verhaal van Dorien, die al bijna 30 jaar haar buik inhoudt. Over 1 uur of 2 zal Dorien eindelijk haar felbegeerde taille hebben. Ik geef me er gewoon aan over, dat is het beste. En ik heb wel het gevoel dat ik in goede handen ben. Dokter de Bleekoer zal tijdens de operatie, die nu gaat beginnen, niet alleen de overtollige huid en het onderhuidse vetweefsel verwijderen, maar ook de uitgerekte buikspieren van Dorien weer naar elkaar toe brengen. En, niet te vergeten, het vet op haar heupen wegzuigen. Je blijft goed en nog wat blauw. Dit is een stuk huid en vet wat we gaan verwijderen. Zeg maar de onderbuik. Tussen deze lijnen gelegen, hier in het midden ietsje meer. Dit is de navel. Ja, beginnen we eigenlijk mee om die los te maken. Mevrouw houdt haar eigen navel, alleen er komt een nieuw gat voor. Dit stuk van de bovenbuik gaan we gebruiken om dat gat in de onderbuik dicht te maken. Dus nu ga ik de buikhuid lossnijden. Een buikwandcorrectie is een complexe ingreep die alleen uitgevoerd mag worden in een operatiekamer die voldoet aan de hoogste eisen. Het OK-complex van de kliniek is dan ook vergelijkbaar met dat van een academisch ziekenhuis. Naast plastische chirurgie kun je in deze kliniek ook terecht voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld spataderbehandelingen, orthopedische chirurgie en fysiotherapie. Neem nou Gijs Ronnes. Hij is beachvolleyballer, drievoudig Nederlands kampioen en hij gaat voor goud op de Olympische Spelen 2008 in Peking. Maar een schouderblessure gooide roet in het eten wat betreft zijn voorbereidingen daarop. Daarom is hij onlangs hier geopereerd
en werkt hij nu samen met sportfysiotherapeut Rob Tamminga aan zijn herstel. Gijs Ronnes komt wekelijks naar de kliniek om te revalideren. En als hij geluk heeft, mag hij vandaag voor het eerst weer een bal aanraken. Gijs, hij loopt toch wat vast nog. Dus ik ga even deze spiergroep even weer wat deblokkeren. Okay. Als je dit vergelijkt met het begin van de week? Ja, deze pijn wordt wel steeds minder, maar het is nog steeds niet prettig. Niet prettig, hè? Nee. Ja, het moet eruit, hè? Oké, okay, hij komt wat losser. Dus dat is een goed teken. Alles voor het doel richting Peking. Oké, okay. Kom even rustig op je rug liggen. Ja. Oké. Okay. Het stretchen van het schouderkapsel voelt niet bepaald prettig. Maar alles voor het goede doel, de Olympische Spelen van 2008 in Peking. En los, uitstekend. Oh. Ja, hè? Terug bij Dorien. Plastisch chirurg Adriaan de Blecour heeft inmiddels de onderbuik losgemaakt. De onderbuik is nu los. We gaan nu verder de bovenbuik losmaken, want die bovenbuik moeten we dus gebruiken om dat gat in de onderbuik dicht te krijgen. Ik ga nu de navel, zeg maar, losmaken uit de omliggende huid en het vet. Nadat de navel is losgemaakt, kan het teveel aan huid worden verwijderd. Alleen van de rechter buikhelft gaat al bijna een halve kilo af. Gelukkig voor Gijs heeft Rob Tamminga ook nog wat leuke oefeningen in petto. Ja, dus armen voor. Ja. Oké, okay, komt-ie. Oh, super. Heel goed. Lekker gevoel. Die controle, hè? Je ziet hem lachen, hè? Ik kan het nog. Dus nou, we zitten nu 7 weken, Gijs. We gaan nu wat meer sportspecifiek erin brengen. Ja. Het is wel zo dat je echt pas na 3 maanden na je operatie beginnen we met bovenhandse bewegingen. Sportspecifiek. In een lichte opbouw. Smashen, dat is echt pas na 5, 6 maanden. Jezus. Ja, jongen. Zo. Priscilla Lilipalli wil de contouren van haar lichaam verbeteren. Dit gaat gebeuren met behulp van een zogenaamd LPG-apparaat. Een niet-operatieve methode om vetophoping en celluliet te verwijderen. Tijdens het intakegesprek heeft dokter de Blecour al aangegeven dat hij het vet op de heupen van Dorien zal verwijderen door middel van liposculptuur. Met een zeer fijne zuignaald die aangesloten is op een vacuümpomp worden de vetcellen opgezogen. Lig je lekker? Ja. Dan ga ik nu het apparaat aanzetten. En je moet me gewoon aangeven als iets te hard staat of juist te zacht, dat je denkt ik kan hem een standje hoger hebben, ook gewoon aangeven. Oké. Okay. Ja, dan gaan we beginnen. Met behulp van de behandelknop haalt specialiste Sanne de huid omhoog om hem daarna weer op en af te rollen. De doorbloeding in huid en onderhuid wordt hierdoor beter, waardoor vetophopingen op bijvoorbeeld de rug verdwijnen. Nee, het was totaal niet wat ik had verwacht eigenlijk. Okay. Ik had totaal heftiger. Iets anders verwacht, want het is echt een stofzuiger. Ja. Heftig of minder heftig dan verwacht? Nou, minder heftig hoor. Oké, okay, gelukkig. Dit gaat goed? Ja hoor, perfect. Dit gaat ook goed? Ja. 2 uur later. Bij Dorien is 1 kilo buik verwijderd en een pond vet weggezogen. De littekens van deze grote buikoperatie vallen straks netjes binnen haar bikinilijn. De operatie van Dorien is achter de rug. Het is een behoorlijke ingreep geweest. En ze ligt hier verderop even bij te komen. Jiska, een van de beautycoaches die hier in de kliniek werkt, die heeft haar gedurende het hele traject begeleid. En die gaat even een kijkje bij haar nemen. Jiska is er voor de morele steun, maar ook om eventuele vragen van Dorien te beantwoorden. En ze legt uit hoe Dorien het littekenserum moet gebruiken dat speciaal in de kliniek ontwikkeld is. Wil jij meer weten over de operatie van Dorien? Kijk dan op onze website gewoonmooier.nl. Priscilla wil ook graag van de celluliet op haar billen en bovenbenen af. En daar is een LPG-behandeling uitermate geschikt voor. Het nylonpak dat ze draagt zorgt ervoor dat de behandelknop beter glijdt.
neem ik nu nog even de binnenkant mee. Dus je moet even aangeven als je denkt van nou, dit is me net iets te pittig. Ja. Voor een optimaal resultaat moet de behandeling de komende weken nog een keer of 10 herhaald worden. En Doreen, die blijft vannacht slapen in de kliniek. En de komende 14 dagen moet ze het rustig aandoen. Nog geen 4 weken later, ik ga langs bij Doreen die alweer aan het salsa dansen is. Zo. Oké, goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Kijk, warm van. Kom niet, Doreen. Pauze, jongens. Oké. Bedankt, hè. Ja, graag gedaan. Zo, hé. Hey. Dat gaat goed of niet? Vermoeiend. Warm. Ja. Zeg maar, dat is best in de heupen. Dat is bij jou allemaal geopereerd. Ja. Heb je daar nu last van? Nee. Helemaal niet? Nee. Geen last van. Ja, ik moet zeggen dat... De bovenkant van mijn buik ziet er natuurlijk nog het mooiste uit. Kijk, die wond die wordt nog... Ja, dat duurt een half jaar. Ja, die wordt natuurlijk nog veel mooier van kleur. Hè? Die is nog een beetje rood. Ja. Ze moet nog een beetje bijtrekken. Hè, die wordt helemaal wit. Maar je navel is ook heel mooi. Mijn navel is helemaal nieuw. Kijk, dit vlekje wat hier bij mijn nieuwe navel zit, dat zat vroeger hier. Dat is ook gek. Ja, dat is heel gek, hè? Dan kun je precies zien in de afstand dat naar beneden is. Maar je hebt ook een taille, hè? Ja, ik heb een taille. Dat is precies hier geweldig. Is ook hier is een pond af, een kilo buik en een pond aan de zijkant dus. En hoeveel centimeters is dat? 10. 10? Ja. Oh, dat is veel. Zeker veel. En hoe voel je je nu? Ik voel me super. Ja? Ja. Ja, ik voel me echt veranderd. Ja, ik voel me lichter, ik ben opgelucht. Ik voel je me anders. Je straalt ook helemaal, ja. Hoor, moet ik zeggen. Ah, leuk, dank je. Ja, dat is goed om te horen, hè? Ja. Zeg, we zullen wel wat drinken. Ik heb het ook en warm. Hè? Ja, hè? Ja. Wow, wel leuk, of niet, de dansen? Ja, zeker. Ja, ik had een mooi rokje. Dat ga ik niet voor lang doen. Dat was de salsa les en dat was Doreen, die hartstikke blij is met de nieuwe buik en de prachtige taille. Wilt u nou meer informatie over de onderwerpen die we in deze aflevering hebben behandeld? Kijk dan even op onze site, gewoonmooier.nl. En volgende week zijn we er natuurlijk weer, dus tot dan! Volgende week in Gewoon Mooier. Voor welke behandeling komt actrice Chris Convalius naar de kliniek? Ik kom hier voor gezichtsbehandelingen, maskertjes en mijn in wordt heel erg laat verwennen. Exclusief in de kliniek. Een metamorfose door topkapper en visagist Mari. En ik ontmoet de Braziliaanse Carla Santos de Jesus, die niet kan wachten op haar borstverkleiding, want dan kan ze eindelijk... nieuwe BH's kopen! Tot volgende week! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bergman Beauty Clinics en Bergman Beauty Care.